De globale doelstelling van onze teamprofessionalisering is leraren en opleiders van de opleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs kennis te laten maken en ervaringen te laten opdoen met wat het betekent om les te geven in de stad Antwerpen. Hoe kunnen we door kinderen te observeren en door aan de slag te gaan met kinderen zicht krijgen op de diversiteit en de context waaruit ze eigenlijk komen, hun thuiscontext? Een van de vele navormingen die ik volgde was een eerlijke kans, kinderen in kansarmoede. Dat was wel ongelooflijk interessant. Dus ik denk nu dat we toch in de hele cursus, het hele concept rond diversiteit, differentiatie enzovoort, een breder standpunt, een bredere kijk op het geheel hebben gekregen. De schaduwstage houdt in dat je als lerarenopleider als het ware in de schaduw loopt van een kleuteronderwijzer in mijn geval. Ik heb op die manier kunnen observeren, participeren in een klas met een heel hoge diversiteitsgraad. We zijn eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat wij als lerarenopleiding nog niet altijd onze studenten zo goed voorbereiden als we zouden kunnen doen om in deze grootstad, zoals hier rondom ons, aan de slag te gaan als leraar. We zijn eigenlijk op zoek in de literatuur om ankerpunten te vinden om het als lerarenopleiding beter te doen.